Zo. Go, 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 go. Kijk, nou, ik ben hier toetjes aan het maken met een heel lekker ijs. Dat is toffee amandelijs en dat is al jaren een van de meest populaire smaken. En dat komt natuurlijk omdat het in de zomer lekker is. Maar door die rijpe, warm smaken is het ook in de winter heel erg lekker. Je prakt het er ook heel liefdevol in. Nou, ik prak het in. En deze smaak die leent zich er heel goed voor. Want hier zit namelijk een hele lekkere karamelsaus in. Ja. Die maakt het ijs een beetje zacht. Heerlijk. En als het te hard is, krijg je het erin. Het is echt een ontzettend lekkere karamelsaus. En er zit, ja, het is allemaal eerlijke ingrediënten in. Weet je wel, boter, room, suiker. En ik heb, om dit ijs speciaal te maken, hè, heb ik er nog iets leuks aan toegevoegd. Namelijk spicy amandelen. Spicy en die amandelen, het leuke ervan is, er zit hier ook echt amandelpasta in. En die maakt het zo lekker. Kijk. Je haalt het hartje eruit. Overigens heb ik hem tussendoor heel even aan laten vriezen. Het lijkt dus wel een heupoperatie. Het gaat gesmeerd. Ja, het gaat makkelijk, hè? Dit zijn voorbeeldjes. Koop je in elke supermarkt tegenwoordig. Ah, ja. Dit zijn die amandelen. Heb ik kaneel, kardemom en chilipeper met wat eiwit gemixt. En wat suiker. Ja, dat stop je 20 minuutjes in de oven. En daarmee kleed je hem eigenlijk aan. Dus daarmee geef je hem eigenlijk een beetje een paneerlaagje. Nou, is het leuke van dit gerecht... Want dit is natuurlijk het einde van het diner voor twee. En mocht nou degene voor wie je het maakt gemist hebben... wat eigenlijk jouw bedoeling was met het diner... dan zet je dit bord voor iemand zijn neus. Dan neem je het hartje van de toffee amandelijs. Er staat I love you. Als mensen dit niet snappen als hint, ja, dan wordt het heel erg moeilijk. Is het niet heerlijk? Ja, dit is I love you. I love you. Dit is je hart op een bord. Dit is het. Irene, volgens mij staat de heer Gerard Joling met zijn schitterende jas te wachten. Die staat heel erg te wachten. Nou, Robert, dank je voor het liefdesmenu. We zien straks de totaal op tafel staan. We gaan over tot Gerard Joling. Hij gaat zingen, alsof ik bij je ben. En ondertussen zien we dan ook nog de mooiste... van mensen die dat graag dan die liedjes willen horen. En dan komt dan de vraag natuurlijk aan jou. Stel jij degene was die het liedje cadeau kreeg, welk liedje zou dat zijn? En waarom? Appels op de tafel spreiden van Toon Hermans. Appels op de tafel spreiden? Hoe gaat dat? Hoe gaat dat, Jean-Paul? Wat een rommel. Hoe gaat dat? Ja. Appels op de tafel spreiden. Ken jij het? Nee, ik ben wel een fan van Toon Hermans, maar alleen. Dat liedje ken ik niet. Je bent alleen. Dat is meer van de conferences. Hey, over tafel gesproken. Wacht, maar wacht zeggen. Jij kwam net ook omdat die koekjes zijn. Het is heel spannend. Tegen mij. Heel spannend. Moet ik het even? Ja. Vier maten heide, vier maten kust. Vier maten forte, vier maten rust. Acht maten liefste, vergeef het me nou. Dat is mijn liedje voor jou. Chantal, dat is... Ene. Oké, Robert. We gaan het zo horen wat het programma is van Gerard. Maar ondertussen staan hier de pakketjes helemaal mooi klaar... met het heerlijke kipmengsel erin, het volledige gerecht en spinazie. Ja, het hele gerecht eigenlijk in één filodeegje. Kijk, je ziet dat ik er nog een heel klein krulletje even op heb gemaakt...